Immens populair is het in Suriname, kickboksen. Tot voor kort waren er maar een paar boksscholen en één grote wedstrijd per jaar. Nu wordt er bijna iedere maand wel een groot gala georganiseerd dat vrijwel altijd is uitverkocht. Een nieuw fenomeen is dat ook in Nederland wonende Surinaamse boksers uit Amsterdam in Suriname gala's organiseren. Ze willen graag boksen in het land waar hun roots liggen en een steentje bijdragen aan de Surinaamse boksport. Maar hoe kijken de Surinamers hier tegenaan? En wat als deze Surinaams-Nederlandse boksers een gala organiseren in Suriname, waarbij ze met een eigen kampioen komen die het gaat opnemen tegen de nationale bokskampioen van Suriname? Ik heb hem wel eens in Nederland zien vechten. Ik kende hem persoonlijk ook gewoon. Ik hoorde dat hij de beste hier was. En dat hij zijn tegenstanders uitkiest en dat hij de chosen man heet. Dus heb ik hem uitgekozen. Wasbord noemen we dat, een wasbord. Hé? Goed zo. Wasie, wasie. Oké, kerel. Om eerlijk te zeggen, heb ik zo sterk het gevoel dat ik van hem onmogelijk kan verliezen. Ik weet sowieso dat hij een goede vechter is. Dat heb ik ook altijd aangegeven, in tegenstelling tot hem. Omdat in Suriname ik zeg maar het gezicht ben van het thaiboksen, nu weet ik dat ik heel veel op het spel zet. Ik ben vechter, trainer, promotor en de man die zeg maar thaiboksen uit de goot gehaald heeft om op een voetstuk te plaatsen. Hey Angelo, ja toch. We hebben zelf wel zeker 7 jaar lang eigenlijk hard moeten werken en timmeren aan de weg. En die gedachte die we mee willen geven aan de jeugd is dat je als Surinamer van hieruit ook net zoveel kan bereiken als je er maar hard voor werkt en erin gelooft. Wina Betty, Wina Betty! Wina Betty, je zei, power, all the best, fight, strong, pop! Voor mij is Angelo een jongen die de sport hier meer bekendheid heeft gegeven. En daar moeten we hem dankbaar voor zijn. Maar hij moet niet denken dat hij dan alle recht heeft en de godfather is, want dat is niet zo. Als de Surinaamse boksers uit Nederland aankomen om hun eigen gala te organiseren, moet de Surinaamse boksheld Angelo Simpson, die voor kort eigenlijk ook de enige was die galas organiseerde, even wennen. Ik gun ieder zijn succes en ik gun ieder een broodje. Dus daar heb ik absoluut geen problemen mee. En we hebben ze eigenlijk als vrienden binnengehaald. En ze leken nu wel concurrenten. En dat was eigenlijk niet direct de bedoeling. Ik denk niet beperkt. Ik denk niet van iemand komt mijn brood afpakken. Want dat heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd overleg, altijd gezegd van joh, hey, dit zijn we van plan, dit willen we gaan doen. De eerste Return of the King was met alle stress eromheen een behoorlijk succes. Ik heb in een week tijd heb ik een show weten neer te zetten en het was behoorlijk uitverkocht. En nu gaan we naar deel 2. Het is een initiatief van mij en Tyron Spong geweest. We waren al een tijdje bezig om te kijken om iets op te zetten in Suriname eigenlijk. Om de sporters te motiveren. En om te laten zien op wat voor soort niveau ze ook kunnen gaan functioneren in het buitenland. Er zijn tal van evenementen geweest, maar nooit echt van niveau. Hop vast, Ando, kom! Hop vast! Die jongens die ik meeneem zijn ook van Surinaamse afkomst de meeste. Die vinden het gewoon leuk om hier te knokken. Maar die willen in een professionele ambiance vechten. En dat is wat ik probeer neer te zetten. Ik heb zoveel shows gedaan, maar als ik al op Zanderij aankom, is het al een apart gevoel. Ja, we reizen door heel de wereld eigenlijk met mijn vechters. Maar nergens is het zo speciaal als wanneer we hier aankomen en
Zelfs de vechters die hier niet vandaan komen, een Kane is een voorbeeld van. Ja, die voelt zich gewoon thuis hier. En ja, het is gewoon niet te beschrijven. Als eerste aan u voorstellen, een man die helemaal uit Ierland kwam. Hij is hier om het op te nemen tegen onze eigen Angelo Simpson, Anthony Kane. Je had een hele grote man. In Nederland zou ik zeggen, je hebt gewoon een grote bek. Je staat nou hier in Suriname, je hebt ook gezegd, je vecht niet tegen 5000 man of 500.000. Besef je ergens dat je in de underdog positie bent? Ik ben helemaal geen underdog. Ik heb tegen veel hetere vuren gestaan dan Angelo. Dus dat hij nog steeds dezelfde dingen blijft zeggen, doet me niks. Ik sta tegenover hem en ik ben hier gekomen om te winnen. Op de radio zeg je, het wordt een bloedbad. En nu zeg je, je gaat voor een overwinning. Oké, dan ga ik heel brutaal zijn. Hij gaat voor schut staan, voor heel zijn land. Want ik ben echt hier gekomen om hem op te vreten. Ik zou zeggen, ik heb niet zoveel woorden voor gemaakt aan die partij. Anthony had heel veel te zeggen, wie veel zegt, heeft veel te verantwoorden. Ik zeg alleen maar, ik wil altijd winnen. Ik ben trots op Suriname dat ze achter me staan. En ik ervaar het niet als een druk, ik ervaar het als een power. Ik zei nog tegen hem, je komt in mijn land, hou een beetje rekening. Want ik ken jou nauwelijks, ik heb niks met jou. En je komt met, ja, je gaat Simpson slopen en er gaat bloed vloeien en zo. Ik zei dan tegen hem, mijn vriend. Er zijn wel 500.000 man die achter mij staan. Dus daarom wil ik aangeven, je komt in mijn land, praat met een beetje respect. Ja, tuurlijk. Hij zal meer mensen achter zich hebben staan. Maar er zijn genoeg mensen naar me toe gekomen hier en hebben gezegd van, luister, geef hem alsjeblieft een pak rammel. Want ja, ik word dus een arrogant ventje. Nou, ik moet hem gewoon mishandelen. En voor de rest interesseert het me niet. Ik vind hem geweldig en ik hoop dat hij echt wint. Volg het Amerikaans boksen. Maar los shit de mij tak naar persconferentie. Maar dat naar commercieel, dat is serie. Dat is show. Mensen komen daarvoor kijken. Ja, die partij krijgt een extra lading daardoor. Heeft helemaal niks met niks persoonlijks te maken, want ik heb niks tegen Angelo. Mijn eerste vraag is voor meneer Polane zelf. Wat maakt Suriname zo aantrekkelijk voor Slam? Het is mijn land, ik voel me prettig hier en ik probeer wat terug te doen. En ik hoop dat het publiek dat kan waarderen. We zijn net krabbes. Weet je, we proberen elkaar altijd naar beneden te trekken. In plaats van om zeg maar aan te geven van, hey, ik ga van hem leren en ik probeer mee te groeien met hem. Terwijl als je ziet dat als de blanke man komt, dat ze alles van die blanke man accepteren. En dat is zo bizar om te zien. Zo raar. En ja, blijkbaar is het een soort blanke vrees wat hier is achtergebleven van de slavernij. Dat men dat wel accepteert. Ik hoop dat Angelo wint, omdat give me top. Er was altijd Thai boxers, maar Angelo maakt Thai box voor Biggie Jar, dus ik gun het hem. Zelfverzekerdheid, toch? Ja. Sterker dan hoop. Kabouter heeft hoop dat hij die man thuis gaat komen winnen. Angelo is zelfverzekerd dat hij Kabouter thuis, dat hij hem gaat winnen. I would say Simpson. Angelo noemt zichzelf de chosen one. Nou, het is waar. En Anthony heeft hem gekozen om zijn master te vinden. Ja, we zullen zien toch. We gaan het zeker zien. No, meneer, laat zien Angelo. Serieus, meneer, laat zien Angelo. Kom zo. Het is een ghetto praat hier met je, cryoness boys. Wat gebeurt er met je? Belmer. Wat gebeurt er? Samsa! Relax. Het wordt gehyped. Misschien voor hun een beetje overhyped. Ik weet niet of ze ermee kunnen omgaan. Ik ben het wel gewend. Ik heb alles al meegemaakt. Maar ik denk dat het toch leuk is voor de mensen hier dat ze ergens zo naar uit kunnen kijken. Ik doe dit gewoon puur om hier een steentje bij te dragen aan de sport, aan de vechtsport. Want ik draai mijn partij over de hele wereld. Ja, en ik word daar goed voor betaald en ik kom hier eigenlijk dus voor een symbolisch bedrag staan. Dus ik denk dat men wel tevreden kan zijn daarmee.
Slam heeft het geld. Ze kunnen komen en ze kunnen het gala breed uitzetten zoals ze het willen. En de kosten zijn hier veel lager dan in Europa. Ze hebben een paar goede sponsors. Dus dat gun ik ze sowieso. Maar het verschil is dat als wij iets doen, dat Suriname er direct wat aan heeft. Omdat er dan ook weer direct in Surinaams talent geïnvesteerd wordt. We hebben een sportschool hier. We zijn bezig met Surinaamse jongens en zo. Dus Suriname profiteert er direct van als wij bezig zijn. Heren, alsjeblieft, een pose. Ja, oké, dank u wel. Judge 1, 49. Judge 2, 46. Judge 3, 49. The winner from the red corner, Anthony Kapaiser King! Ik zag het verlies toch niet komen. Ik weet voor mezelf dat hij mij niet gesloopt heeft. En ik had gewoon het gevoel alsof ik gewoon had. Ze hebben geluk gehad. Dat gevoel had ik. Ik heb in verschillende landen gevochten en nog nooit is het publiek zo krachtig. Ik kan het niet eens uitleggen. Ik heb goed gevochten. Hij heeft goed gevochten. We hebben het publiek heb ik vermaakt. Maar ik ben blij. Mama.
maisa, ma maisa, we de bejaling, we de bejaling, we de bejaling.